waar Dylan is. En zo niet. Zo niet, Colin. Oh. Gaat de eerste volgende Google gaat in jouw kop. Heb je dat begrepen? Want blijkbaar ben je hard leerzaam, moet ik het op deze manier aan jou gaan duidelijk maken. Ik weet het niet precies. Ik weet niet waar hij is. Colin, wat nou, je weet het niet? Ja? Wat nou, je weet het niet? Je gaat het nu zeggen, Colin. Waar de fuck is Dylan? Hij zit in de container. Weet je wat? Waarom ga ik niet gewoon achter die fucking Colin aan? Hij komt nu naar mijn huis toe. En ik ga nog gewoon eens een keertje kijken waar de hel hij überhaupt naartoe gaat. En op die manier kan ik misschien er zelf wel achter komen waar de fuck Dylan is en zo niet. Ja, ik heb toch mijn wapens wel. Maar voor mij was die... Oh, kijk, daar, hier is... Ik moet nu wel voorzichtig zijn, want hij mag mij dus daadwerkelijk niet horen wat ook allemaal. Dat ik dus nu achter hem aan zit. Dus ik moet wel een beetje oppassen. Kijk, hij loopt gewoon hier over de straat. Okay, en dan gaat hij nu naar rechts toe. Maar waar gaat hij dan... Wacht, gaat hij nou gewoon echt naar de city toe? Of wat gaat hij in godsnaam doen? Nee, hij loopt naar die taxi's toe. Wacht, is dit nou de... Voor mij heeft hij de eerste taxi gepakt. Wacht, Kijk, de eerste taxi, waar gaat dat in godsnaam heen? Is dat op Tunnel Sunnyvale? Hij zou ook naar Sunnyvale kunnen gaan natuurlijk. Naar Jimmy's huis daar in Uptown. Dat ze daar nu een meeting hebben of wat dan ook allemaal. Ik ga er ook gewoon in even kijken. Dit is die taxi, oké? Maar waar loopt hij in godsnaam? De Sunnyvale poort was daar, maar hij liep net hier. Oh, kijk, hij loopt hier. Ik loop hier gewoon door de bos heen. Hij heeft ook nog steeds dat boek in zijn handen. Ja, hij heeft nog steeds dat boek in zijn handen. Hey. Oké, maar waar de hel gaat hij dan in godsnaam naartoe? Ik moet wel gewoon voorzichtig natuurlijk nu afstand houden. Maar ik kom hier eigenlijk helemaal nooit in Mindtopia wat dat betreft. Oké, hij loopt hier nog steeds. Ik loop gewoon rustig hier op de stoep, alsof er niks aan de hand is. Want hij heeft blijkbaar helemaal niks door. Gewoon even rustig wat eten. Ik loop tenminste zo netjes op de stoep. Kan je van die fucking director niet zeggen. En hij gaat... Wat gaat hij dan nou doen? Loopt hij dan nou naar dat huis toe? Hij is dus dat huis ingegaan. Wait, wat? Is dit een van zijn huizen of wat dan ook allemaal? Dat kan maar zo dat dit een van zijn huizen is. Moet je even serieus hoor, meneer Director Blasnitz. Woont hier in zo'n enorm grote villa hier in... Oh my god. Ja, tuurlijk meneer. Die heeft hier zijn geld natuurlijk allemaal weer ingestoken. Nou, ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil het nou wel weten ook. Hij zit hier in zijn privéhuis. Dus wat dat betreft... Time to shine, weet je. Ik ga gewoon die fuck op de slot schieten. Zal ik nog gewoon meteen binnen? Ja, Colin, wat doen wij hier allemaal, hè? Hoe kom jij hier binnen? Hoe kom jij hier binnen? We gaan nu naar boven. Hoe moet dat met die gun? Colin, nu naar boven lopen, nu. Lopen. Wat is dit voor huis? Dit is mijn huis. Oh, dit is jouw huis. Ja, dat klopt. Nog een keer naar boven lopen, nu. Hup. Voordat ook maar daadwerkelijk iemand ons daadwerkelijk hier zo'n ding gaat zien. Dus, dit is jouw huis. Ja, dat klopt. En waar is dat allemaal van betaald? Van mijn eigen geld natuurlijk. Ah, natuurlijk van je eigen geld. En dat is toevallig niet dat geld, hè? Wat je over hebt gehouden aan een of andere villa wat je hebt verkocht. Oh nee. Precies. Dat dacht ik al wel. Weet je, Colin? Ik ben er helemaal klaar mee. Want ik heb je zojuist even gevolgd. En weet je wat het is? Jij loopt op straat alsof er helemaal niks aan de hand is. Van, ach, weet je, kan hier rustig lopen, kan daar rustig lopen. Er is niks aan de hand. Colin, ik ben klaar met jou en jouw spelletjes. Wat? Ja. Want jij bent directe belastingdienst. Eén ding weet ik toch aan jou. Je hebt geen wapens op zak. Weet je waarom niet? Omdat jij te goed bent daarvoor de wet. Als jij één keer een wapen op zak hebt, dan heb jij een enorm probleem. Dus je kan nu maar beter gewoon naar mij gaan luisteren, oké? Heb je dat begrepen? Ja. Dat boekje wat je hebt gemaakt met die boete van die 7,5 miljoen, weet ik wat allemaal. Dat gooi jij heel rap gewoon van de kaart. Ja. Dat donde je gewoon lekker weg en daar wordt helemaal überhaupt niks mee gedaan. Heb je dat begrepen? Colin, heb je dat begrepen of niet? Ja, ik heb dat begrepen, ja. En weet je wat je nu gaat doen? Ik zou hem wel wegleggen. Nee, weet je wat, Colin? Nee, geef hem maar aan mij. Ik zorg wel voor dat het boekje weggaat. Waar jij voor gaat zorgen is dat het uit het systeem gaat. Boekje hier nu, inderdaad. Okay. Jij gaat ervoor zorgen dat het uit het systeem gaat. Heb je dat begrepen? En ik heb dat begrepen. Ik wil er geen enkel iets meer over horen. Is dat duidelijk? Ja, sorry. Ja. Weet je wat is, Colin? Het heeft me allemaal veel te lang geduurd, hè? Het heeft me nu allemaal veel en veel te lang geduurd. Dit spelletje wat jullie aan het spelen zijn, gaat te ver. Ja, het gaat te ver. Zelfs mijn villa proberen in te nemen. Naar Dylan's villa hebben ingenomen. En door hem te ontvoeren wat ook allemaal. Colin, ik geef je daadwerkelijk één kans, oké? Ik geef je één kans om te melden. As we freaking speak. Waar Dylan is. En zo niet. Colin. Oh. Gaat de eerste volgende Google gaat in jouw kop. Heb je dat begrepen? Want blijkbaar ben je hard leerzaam. Moet ik het op deze manier aan jou gaan duidelijk maken. Ik weet het niet precies. Ik weet niet waar hij is. Colin, wat nou, je weet het niet? Ja? Wat nou, je weet het niet? Je gaat het nu zeggen, Colin. Waar de fuck is Dylan? Hij zit in de container, in de Kaap.
Oh, was dat nou zo moeilijk? He, was dat nou zo fucking moeilijk om te melden dat hij in een container zit in de kaap? Laat me met rust! Nee, Colin, want dit is nog niet genoeg, ja? Dit is nog niet fucking genoeg! Au! Heb je dat begrepen? Waar in de kaap? Welke fucking container? Ja, in een van de containers. Colin, jij weet zelf ook hoe fucking groot de kaap is. Geef mij nu meer informatie. Geef me nu meer informatie! Hij zit bij de haven, in de container. Er zijn er niet veel. Oké. Bij de haven in een container. Colin, luister eventjes heel goed naar mij. En kijk in mijn ogen, ja? Als jij ook maar één keer nu een woord naar Jimmy doorspeelt, dat ik nu weet waar Dylan is, als het al klopt, dan gaat dus nog die kogel in je kop. Heb je dat begrepen? Ja, ik heb dat begrepen. Maar alsjeblieft, sla me niet. Of anders. Laat het gewoon even duidelijk zijn, Colin, ja? We zijn nu klaar met dit soort spelletjes. Heb je dat begrepen? Is dat nu duidelijk? Ja? Ik bepaal je wat er nu gebeurt. En als je ook nog maar één keer iets doorspeelt naar Jimmy, en of je nou dronken bent, wat dan ook of niet, ja? Jij ziet geen daglicht meer, ja? Dit kunnen jouw laatste uren zijn op deze mooie aarde, oké? Okay? Heb je dat begrepen? Ja, ik heb dat begrepen. Dus denk goed na wat je doet, ja? En hou je fucking smoel over hun. En als ze iets vragen van, heb je het met Duffy afgehandeld met die rekening of wat dan allemaal, dan zeg je maar gewoon lekker ja, dat wordt allemaal geregeld. Maar ja, houd je fucking smoel tegen hun, dat ik weet wat dit is, als dat überhaupt klopt. Want Colin, ik vraag het nog één keer, hè? Zit hij er echt? Of zit hij er niet? Colin? Ja, hij zit daar. Oké, dat weet je heel zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Goed. Was dit nou allemaal zo moeilijk? Hè? Was dit nou echt allemaal nodig dat ik jou hiervoor moest gaan slaan en allemaal? Nou, nee. Nee, precies. Was dit er nou allemaal waard? Nee. Nee, precies. En dan ga je met blauwe plekken naar je weg gaan. Hoewel, dat maakt mij natuurlijk ook niet zo heel veel uit hoe jij eruit ziet wat dat betreft. Goed, Colin. Voor de rest, dit optrek hier. Voor mij zit hier nog zo'n waarde van 2 miljoen in. Wat, nou, misschien zelfs wel 2,5 miljoen. Wat ik hier ook nog even kom in, of niet? Nou, liever niet. Ah, liever niet. Nou, ik heb hier nog wel wat kledingdingen gezien allemaal, hè. Zoals dit hier allemaal. Dus even kijken, wat is dit? Oh, full black. Doe maar weer. En wat hebben we hier? Moeras, oké. Okay. Alsjeblieft, laat het hangen. Dat is Waarom is dit je collectie? Van mijn goed verdiende centen heb ik dat allemaal gekocht. Oh, van je goed verdiende centen. Heb ik gevraagd om een vriend te laten ontvoeren om centen? Nee. Dus waarom zou ik jou in godsnaam met rust laten? Jij houdt je er gewoon mee bezig. En nu zijn je vriendjes er niet om je te beschermen, hè? Nee, die zijn er nu niet, motherfucker. Au. Alsjeblieft, hou op. Wat alsjeblieft, hou op. Ik heb er ook gevraagd om ermee te stoppen met wat jullie aan het doen zijn. Door Dylan te ontvoeren en te mishandelen en weet ik wat allemaal. Zijn jullie ermee gestopt, fucking Colin? Au. Is het allemaal duidelijk nu, Colin? Is het nu allemaal duidelijk? Dat je nu met de verkeerde persoon aan het fucken bent, ja? Dus we gaan dit niet meer doen, hè? We gaan dit niet meer doen. Nee. Nee, precies, nee. Zeg maar, nee meneer, ik ga het niet meer doen. Colin? Zeg, nee meneer, ik ga het niet meer doen. Colin? Oké. Nee meneer, dat gaan we niet meer doen. Heel goed, dan naar beneden lopen. Hup. Oké. Naar beneden lopen. Ja. Lopen. Wat hangt hier? Wat is dit? Vertel niks. Maar eventjes. Dit. Niks. Wat is dit? Nee, dit is ook hangt niks zeker. Niks. Nee, precies. Wat is dit? Ghost legging. Oké. En dit, wat hebben we hier? Oh, prison outfit. Hé, maar dat is raar dat iemand van de Belastingdienst een gevangenisuit-outfit hier heeft zitten. Hé, dat is toch wel raar. Zou dat dan toch meer met jou aan de hand zijn dan alleen maar het brave Belastingdienstdirectie? Nee, dat heb ik gekregen. Dat is als souvenir. Ah, van wie heb je dat gekregen dan? Zeker van Jimmy, of niet? Nee. Nee, van wie dan? Of is het van Levi? Ja, oké. Ja, het is van Levi. Oh, toch gek dat jij als director belastingdienst illegale dingen in je huis wil hebben. Want voor zover ik weet is het niet helemaal de bedoeling dat het in huis hangt. Maar goed, het is ook maar. Waar gaan we heen? Hier, Colin. Oké, een opberghok. Wat zit daarin? Niks. Moet ik zelf gaan kijken? Ja, daar zit niks in. Moet ik zelf gaan kijken? Wat een opberghok. Wat heb je eruit gehaald, Colin? Niks, ik heb niks gepakt. Wat heb je eruit gehaald, Colin? Au! Zeg het nu, wat heb je eruit gehaald, Colin? Colin? Oh! Oké. We pakken de appels maar inleveren, nu. Nu. Heel goed. Was dat de enige? Ja, dat is de enige. Mooi zo. Goed, ik denk dat ik naar de kaap toe moet gaan. Jij weet wat je moet doen, hè? Je smoel houden. En gewoon het spelletje van Jimmy meespelen en mij met rust laten. Heb je dat begrepen? Oké, ja. Goed, laat maar eens even netjes uit je huis. Je houdt je mond erover. Als ik ook maar één keer iets merk, Colin, dat jij iets hebt gedaan hierover, of hierover hebt gepraat. Ik weet je te vinden, hè? Want jouw deur is niet zo goed. Ja? Oké, ja. Sukkel. Fijne dag, meneer.
goed. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre het klopt wat ik zojuist heb gehoord van Colin. Dat Dylan daadwerkelijk in een container zit in de Kaap. Maar hey, het is het checken waard wat dat betreft. En ze zien maar weer, uiteindelijk kan je iedereen laten breken met geweld. Want ja, weet je, je zag de angst in zijn ogen. Hij wist, als ik niet de informatie zou geven, dan was dit mijn laatste dag hier geweest.